Ja, gewoon doe ik dit om 7:15, maar ik zat tv te kijken nog. Ik denk dat die hard genoeg is. Goed, dan kan ik hier mijn monitor uitzetten, want ik heb daar natuurlijk goed last van. Ik begin de Isra ronde momenteel, of tegen, hoe zeg je dat, sinds een tijdje met een praatje ergens over. Ik heb zo pas al een praatje gehouden over antenne tuners, dus dat... maar er waren wat vragen over callsign-routing. En ja, callsign-routing kan dus nog steeds. Ik had dat zo pas ook uitgelegd, maar dat kan best nog een keer. En ik heb het afgelopen week ook al een keer over gehad. Maar het is wel leuk, misschien dat we dat een keer aan het einde van de Dienstaronde gaan proberen. Ik heb dat 1,5 jaar geleden al een keer aangekondigd. Misschien wel 2,5 jaar geleden, maar in ieder geval bij het begin dat ik de ronde ben gaan doen. Maar het is wel leuk. Hoort dat met name met Starnet, wat ook een vorm van callsign-routing is. Maar het grote voordeel van de callsign-routing, dat is met name in vakanties. Namelijk dat je op de Bonnefoy met de auto erop uit kunt. En je hoeft niet te weten bij welke camping je tegenstation op dat moment van plan is naartoe te gaan. En dat plan dat kan natuurlijk ook pas gedurende de dag opkomen. Als het tegenstation op de plaats van bestemming aankomt, dan hoeft hij simpelweg even een korte microfoon in te drukken. En vervolgens iedere oproep die je aan die persoon pleegt, met die persoons call in jouw dienstapparaat, die komt bij die persoon terecht. Belangrijk is dat je alle twee op dezelfde server zit, of op Open Quadnet, of op een van de twee andere. De andere twee, dat is US Trust of IRC-DDB. Maar je moet in elk geval op een van die twee zitten. Want als je alle twee op een verschillende zit, dan werkt het niet. En het is een beetje lastig, omdat niet alle repeaters volgens mij op Open Quadnet zitten. En het Open Quadnet is wel handig, omdat als je een privé hotspot hebt, dan kun je alleen op Open Quadnet. Je kunt niet op die andere netwerken. Dus, en die andere twee die zijn wel gekoppeld. Dus als je op een van die twee zit, is het altijd goed voor die twee. Maar verder is het zo dat het ISA-systeem gewoon weet op welke repeater je het laatst gezonden hebt. En daar gaat je doorgang naartoe. Dus dat is die bestemd is voor een bepaalde persoon. Het werkt heel simpel. Je moet wel de repeater waar je op zit unlinken. Dat is echt heel erg belangrijk. Ik pak hem nog even terug. Want doe je dat niet, dan geef je een enorme overlast. Dus dat moet je echt doen. Repeater unlinken en vervolgens zet je de call van het tegenstation in UR, waar normaal gesproken CQ, CQ, CQ staat. En daar zet je dus de call van het tegenstation in. En als het goed is, dan komt de uitzending die je op die manier doet, die komt bij dat station uit. Als jij niet weet op welke reflector een station luistert op dat moment, dat hoef je niet per se callsign-routing voor te gebruiken. Maar als je niet weet waar iemand luistert en je denkt van nou, die zit niet op de landelijke reflector, maar op een of andere lokale reflector, of misschien zit die op ref 01, dan kun je hetzelfde doen. Dan zet je in UR zet je de roepnaam van die persoon. En dan zeg je van nou, ik doe deze oproep. Dan moet je er altijd bij zeggen dat je dat via callsign-routing doet. Vergeet nou nogmaals niet om te ontlinken. En zeg van nou, ik zit op TCS 007 zometeen. Dan kun je daar naartoe komen. En waar het station op dienst daar ook zit, als hij op diezelfde open quadnet of een van de andere twee zit, dan komt die oproep bij die persoon terecht. Het systeem werkt dus nog steeds. Als je het met je privé hotspot wil doen, dan moet je wel een extra poort openzetten. Niet iedereen doet dat standaard altijd. Je moet voor een hotspot altijd meerdere poorten openzetten. Maar dit is er eentje van. En het wordt niet, die wordt niet altijd opengezet. Dus dat is wel van belang dat die ook open staat voor het, om het te laten werken. Ja, iets anders wat heel veel mensen niet kennen bij D-Star, dat is dat je ook in plaats van een reflector een specifieke repeater kunt linken. Dat is op zich wel grappig. Dus je kunt, noem maar mijn repeater, we hebben dat in de praktijk wel zo gedaan. Die link ik dan aan de repeater in Groenlo bijvoorbeeld. En het signaal gaat dan niet eerst naar de reflector en dan naar Groenlo, zoals het gebruikelijk is als je alle twee op de landelijke reflector zit. Maar die gaat van repeater 1 naar repeater 2. En het grappige is nu, als één van die beide repeaters aan de reflector hangt, dan gaat het signaal alsnog naar de reflector. En iedereen kan gewoon meedoen. De mensen die luisteren, die merken niet eens dat jij apart gelinkt bent. Wat hoor ik hier nu? Op mijn grasmaaier op dit tijdstip. Wat krijgen we nou? Mensen hebben dat dus niet in de gaten. En ik heb dat wel gebruikt als de verbinding tussen een van de twee repeaters en de reflector niet helemaal goed lijkt te zijn.
en je kunt elkaar daardoor niet goed verstaan, dan kun je dus toch door middel van rechtstreeks linken aan van de repeaters, heb je een rechtstreekse verbinding en die is wellicht wel goed. Tegelijkertijd als één van de twee dan een goede verbinding naar de reflector heeft, dan heeft het zin om één van die twee op de reflector te koppelen, waardoor je dus alle twee goed op de reflector bent in dat geval. Ik hoop niet dat ik te snel ga. PSS Echo. Ik zie dat David, goeie avond. Je hebt ook nog CCS en volgens mij werkt dat ook nog steeds. Bij Deezer heb je allemaal systemen die door mensen bedacht zijn. En als ze succesvol zijn, dan blijven ze. En als ze niet succesvol zijn, dan worden ze dus weer... Dan raken ze dus in de vergetelheid. En ja, ik ben zelf nooit zo'n fan van CCS geweest. Ik weet niet waarom niet. Ik weet ineens wel waarom niet. Maar goed, in ieder geval... dat systeem dat werkt dus ook nog steeds. En daarmee kun je calls aanrouten op basis van DTMF. Op YouTube geen audio. Ja, het spijt me, maar ik heb op YouTube wel audio. Ik hoor mezelf daar praten, Robert. Echt. Test. Ja. Als je een beetje hier terug hoort, komt van YouTube. Ja, het spijt me, maar ik heb op YouTube wel audio. Ik hoor mezelf daar praten, Robert. Echt. Test. Ja. Dus. Als je hier terug hoort, komt van YouTube. Ja, spijt me, maar ik heb op YouTube wel audio. Ruud heeft ook audio. Ja, dat ligt dus niet aan mij, Robert. Dat zit bij jou lokaal. Heb je niet per ongeluk het spiekertje in het scherm aangeklikt? Ik weet niet of je op een app kijkt, maar op een computer heb je zo'n spiekertje onderin. Jawel. Goed, ik ga de ronde beginnen. Moet ik eens even, want dat had ik ook nog niet gedaan, een spreadsheet openen. Ja, ik ben aan alle kanten laat. Maar ja, goed, ik heb om 7 uur ook al een babbeltje gehouden, hè, op Deezer. Ik heb een spreadsheet voor me, dus ik kan beginnen met inmelders. Dit is Papa Alpha 6 Echo voor de Deezer-ronde. Dit is PA 6 Echo. Ik ben een beetje laat met de YouTube-stream. Ik had wat verkeerd gedaan op gang brengen. Die ben ik nu aan het starten. Dus dat duurt nog even. Even zien, dan moet ik dit selecteren. En dan moet ik even checken of het allemaal klopt. Zo. Going live, zegt hij. Maar nu moeten we nog geluid hebben. Dan maak ik even checken of dat wel zo is. Oh oh. Ja, jongens en meisjes. Oh. Ik zie de stream nog niet. Het kan zijn dat ik te snel gerefreshed heb. Dit is PSS Echo. We gaan zo beginnen met de Deezer-ronde. Vermits. Vermits ik erin slaag om er ook geluid uit te krijgen. Ik hoor nog niks. Test. Nee. Even naar mijn mengtafeltje kijken. Oh, dat kan kloppen. Ik heb nog geen bron voor het geluid aangegeven. Zo, met één hand. Ctrl-N. Nou, het lijkt erop alsof ik hier in elk geval audio heb. Test. Hier nog niet. Nog één klikje doen. Test. Test. Hier nog niet. Volgens mij zat hij veel te hard. Ik laat hem even los. Want ik doe het met twee handen. Ja, maar nu is er wel audio. Test, even kijken of dat hard genoeg is. Dat duurt de hele tijd hoor, voordat hij doorkomt. Oh, wacht even. Oké, nou, heb ik audio? Ja, gewoonlijk doe ik dit om 7:15, maar ik zat tv te kijken nog.
Ik denk dat die hard genoeg is. Goed, dan kan ik hier mijn monitor uitzetten, want ik heb daar natuurlijk goed last van.